Deze is echt fucking zwaar, hè? Dat heb ik nooit gezegd. Zeg het eens. Je hebt geen best even gezegd. Zeg het nou gewoon. Maar je kunt het niet echt zien. Waarom is het sterk van die scherm? Feeling good. Like I should. When in the cool walk around the neighborhood. Dames en heren, de zon schijnt, de lucht is blauw. Ah! De pijn, branden mezelf. Veiligheid voor alles. Oh, ik moet ook tegen de zon kunnen kijken, wat nodig. Woehoe. Welkom terug bij deze gloednieuwe vlog. Vandaag gaan we weer naar school. Ik heb er zin in. Wacht even. Dames en heren, welkom terug bij deze gloednieuwe vlog. Ik ga vandaag weer naar school, het is donderdag. Dat betekent dat we eerst gaan sporten en daarna zie ik het allemaal wel. Leuk dat jullie weer kijken. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan, dat is grappig. Okay. Schrok je of niet? Nee. Ah, Queen on school, ja. Ik ben op school. We gaan dus gymmen, ik ga me eerst even omkleden. Bartje staat te poepen, Roma is te laat. Dit keer ben ik er niet. We gaan even shoppen, wil ik. Waarom wil ik shoppen zeggen? Ik haat shoppen. We gaan gymmen. Zijn we weer? Oh, ik loop gewoon voorbij. Zijn we weer? En dit keer op tijd. We gaan sporten. We beginnen eerst natuurlijk met... Wat de fuck doe jij? Oh, je doet dit ding hier. Maar we beginnen eerst met warming-up. Met verwarmd te worden. Dat is warming-up. En daarna gaan we gewoon lekker bezig. Why, yo? Kijk even. Hoe vies hard het hagel. Ik doe alles op 50. 50? Deze is echt fucking zwaar, hè? Ja, dat wil ik net zeggen. Deze vind ik echt een van de zwaarste die er bestaat. Echt oprecht. Hoeveel heb je? Hou je bek. 24. Jij bent echt een goal. Jij bent echt een goal. Dat was hem dan weer. Voor nog een uitdaging om mijn camera vandaag gewoon normaal vast te houden. Want ik heb echt zoveel mogelijk gegeven. Ik ben naar mijn mening echt tot het uiterste gegaan. En als ik dat gewoon elke keer blijf doen, dan komt er ooit een keer hier iets. Hier zo, daar komt dan ooit iets te zitten. Kijk, dan hebben we hier gewoon lekker onze eigen kleedkamer. En hier verlang ik naar. Daar komt het hoor. Dikke douche, jongen. Deze douches zijn ook altijd lekker warm, dus dat is extra chill. Pff, hier heb ik echt zin in. Zeg dat nog eens. Wat? Zeg dat nog eens. Ik hoor het. Zeg eens, dat ging volgende keer al. Dat heb ik nooit gezegd. Zeg het eens. Je hebt geen best even gezegd. Zeg het nou gewoon. Waarom? Gast, nou kan ik een bruggetje maken. Doe nou, 3, 2, 1, actie. Mag ik helpen? Ja, zeg jij even van dat ging pronkelijk. Waarom? Gewoon, dan kan ik een bruggetje maken. Maakt niet uit, zeg gewoon dat ging pronkelijk verkeerd. Nee, kijk, dan ga ik een bruggetje maken, dan zeg ik weet je wat nog meer pronkelijk was. En dan laat ik weer een clipje zien van gisteren. Dan maak ik een bruggetje. Ja, dat ging per ongeluk, kerel. Weet je wat nog meer per ongeluk ging? Wat maakte jij foutje? Dat ga ik dus nu laten zien. Nee, ik wil het eerst weten. Nee, dat heb ik niet hier op de camera. Sorry, dat ging per ongeluk, kerel. Weet je wat nog meer per ongeluk ging? Gisteravond wilde ik de auto instappen en toen gebeurde dit. Oh, kut. Oh. Ik had de koppeling niet ingetrapt. Hoeps. Oké, dan denken jullie waarschijnlijk waar is de rest van de beelden, want waarom ga je in de auto zitten? Ik had deze kleine camera meegenomen in de auto, zoals jullie zien. En wat ik ging doen, is ik ging Dominique ophalen en timen. En toen ging ik voor het eerst 130 rijden en allemaal leuke dingen. Ze zijn nog naar een auto geweest, die was afgebrand. Oh, nee, niet dat ik hem uit. Ja. Nee. Wij gaan naar bed, wil je kuit laten? Ja hoor, ik ga wel in de regen kuit laten. Nou, ik kan het niet echt zien. Waarom is scherp? Het staat gewoon niet scherp. Huppa! Nou ja. Dat kon je inderdaad wel even zien. Maar voor de rest hebben we ook gewoon leuke gesprekken gehad. Oh, je hart te luchten, een oceaan, lekker zou het zijn. Alleen is er één probleem.
de camera schudt de hele tijd. En dat is echt ontzettend irritant, want je hoort de hele tijd pok, 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 pok. En je ziet de hele tijd de camera zo bewegen. Dus ja, ik ga die beelden niet gebruiken, want het is gewoon vervelend om naar te kijken. Het is niet leuk om naar te kijken. Wat er gebeurt is wel leuk, alleen doordat de camera de hele tijd zoveel beweegt en de hele tijd van die rare geluiden maakt, is gewoon onkijkbaar. In ieder geval voor de rest was dat eigenlijk wel de content die ik die dag had opgeschoten. Die ik die dag had gemaakt, geschoten, gefilmd. Dus dit is een hele korte vlog. Maar het is niet anders. Helaas zijn die beelden gewoon onbruikbaar en dan ga ik ze gewoon niet gebruiken. Dus dames en heren, ik hoop toch dat jullie deze vlog leuk vonden. Als zoals ik wilde, zeker even een blauw duimpje omhoog. Reageer met tips en tops. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien bij een gloednieuwe vlog. Zoals ik altijd zeg, Yes! Got a vibe. Baby, are you coming for the ride? I just wanna look into your eyes.